I hate myself so much because mijn camera stond niet op autofocus. Oké. Woe. Hey jongens. Ben ik weer. Ja. Ik ga er even. Oh my god. Ik wil eigenlijk dat mijn hoofd niet afgekapt wordt. Maar. Wacht. Zo lekker. Lekker in mijn stoeletje. Zo lekker chill zo. Hey jongens, ben ik weer vandaag. Ik ben Lois en vandaag heb ik een video voor jullie. Namelijk de What's on my phone tag. Maar ik had het laatst gevraagd aan jullie en jullie zeiden ja, doe, vind ik leuk. Dus ik hoop dat jullie het ook daadwerkelijk leuk gaan vinden. Doe alvast een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan zeker. Hier beneden ergens. En dan ga ik maar snel beginnen. Ik verwacht er niet veel van, want het zijn gewoon ja, de dingen op mijn telefoon. Ja, mail 5764 ongelezen berichten. Ja. Voor de rest gaat het leven helemaal goed. Daarna de agenda, want dat is toch altijd wel even handig om af en toe iets neer te zetten van hé, ik moet dit doen. Allemaal productiviteit dingetjes of zo, weet ik veel. Oké, en 9292, dat is de eerste gedownloade app. Maar ik denk dat iedereen wel weet wat dat is. Volgens mij heb je ook die andere die van echt de NS is, maar ja, ik heb deze gewoon. Dus gewoon handig om te weten wanneer je trein gaat en zo. YouTube. Do I even need to explain? Ja. Abonneer op mij. Nee, maar YouTube. Want ik heb nu zeg maar... Ik heb dus nu een nieuwe telefoon. En voor de mensen die dat niet wisten... Nieuwe telefoon. iPhone 7 Plus. Ik kan dus nu veel vaker YouTube, Spotify en Netflix gebruiken. Omdat ik unlimited data heb. Which is amazing. En ik dus gewoon helemaal kan uitleven als ik in de trein zit. No shame, no regrets. Ik kan gewoon 5 YouTube video's kijken en 3 seizoenen als ik dat wil. Want dat kan. Dus vandaar dat ik dus nu meer gebruik maak van YouTube en Netflix en zo. En dus naar de volgende, Netflix. Ik zou eventjes zeggen welke 3 top series die ik op dit moment heel veel volg kijk. Zo niet logisch. Maar ik ben dus nu de laatste tijd bezig met Slasher. En Slasher is best wel heavy, vind ik zelf. Het is een horrorfilm. Nou ja, Slasher. Dus hence de naam van de serie. Ik heb seizoen 1 van, vooral in de heen- en terugreis van mijn werk in de trein gekeken. En ja, top serie. Ik vind seizoen 2, daar ben ik gisteren aan begonnen. Die is echt nog intenser dan seizoen 1. Want leuk is dat, zeg maar, als je al bekend bent met American Horror Story, dan is het 1 seizoen, 1 verhaal. Tweede seizoen, ander verhaal. Enzovoorts. En dat is dus ook bij deze serie. Dus het eerste seizoen heeft een heel ander verhaal dan het tweede seizoen. Dat vind ik wel heel tof. Het is al aan hakt. Ja, ik ben weer begonnen met Stranger Things met mijn vader. En ik ben nu ook, nou eigenlijk al een tijdje, maar ik ben nu wel helemaal into How I Met Your Mother met mijn moeder ook. Ja, ik kijk series met mijn vader en mijn moeder, omdat dat gewoon chill is. En ik ben weer begonnen met Gossip Girl, maar doordat ik veel Slasher kijk nu, kom ik niet meer toe aan Gossip Girl. Ja. Ik had altijd zeg maar op mijn vorige telefoon, dat was een iPhone 5, prima. Die had ik van mijn zus gekregen en die weet ook gewoon prima. Maar die had 16 gigabyte qua geheugen. En dat is best wel op het randje, vind ik zelf. Dus ik kwam er elke keer achter dat, oh shit, mijn telefoon zit bijna vol. Nou ja, dan maar Facebook eraf. Facebook was altijd de lul. Die was altijd degene die ik dan als eerste eraf gooide. En ik heb nu dus 128 gigabyte. Ik bedoel 16 gigabyte, 128. Dus dat is een groot verschil. Dus ik ga nu gewoon helemaal los met de apps die ik download. Voor de mensen die benieuwd zijn hoe ik mijn foto's bewerk. Er zijn soms best wel nog vragen naar. Ik gebruik dus VSCO. Anderen zeggen Visco, Visio, VSCO. Weet ik hoe je het moet. In ieder geval typ het in en dan kom je wel ver genoeg. Eerlijk gezegd. Echt niet zo spannend wat ik met mijn foto's doe. Ik maak een foto. Importeer het in VSCO. En dan heb ik wel 3 favoriete filters bij wijze van. A6 gebruik ik best vaak. C1 en HB2. Dus dat zijn de 3 filters die ik vaak gebruik. Nou ja, dan doe ik die er gewoon op. Dan kijk ik even of ik contrast wat hoger wil. Of de belichting wat lager. En ja... That's it eigenlijk. Om meteen door te gaan op foto's en Instagram. Ik heb ook de app Unum. Deze is specifiek voor iPhone. Maar je hebt hem ook voor Android volgens mij. Maar ik heb geen Android, dus ik weet niet hoe die heet. Top info. Maar ik vind deze app zelf heel chill. Want je kunt dus hier zien wat ik al heb geplaatst op Instagram. En dit zijn eigenlijk lege hokjes waar ik toekomstige foto's in kan zetten. Zodat ik kan kijken wat ik mooi vind matchen bij elkaar. En dat ik telkens gewoon kan omwisselen en omswitchen of hoe je het ook wil noemen. Dus dan denk ik, oh nee, ik wil eigenlijk niet dit. Nee, wacht. Ik wil eigenlijk, oh kut. Waarom gaat het helemaal fout? What am I doing? Hier, deze zocht ik. Dus dan kan ik het allemaal zo omswitchen. En dan kan ik kijken wat mooier staat in mijn feed. En ook vanuit deze app kan je het dan gewoon uploaden naar Instagram.
Dus dat vind ik zelf heel chill. Dan kan je gewoon in de gaten houden wat mooi staat en wat niet. Ik had altijd op Instagram een specifiek apart account. Waar ik dan foto's ging plaatsen om te kijken of het mooi stond. Maar dat is heel irritant. Want je moet het dan uploaden en weer verwijderen. En je kan niet zo heel makkelijk te werk gaan daarin. Maar dan kon ik wel zien of het mooi stond naast de foto's die ik al had gepost. Eerst had ik dat ook niet. En toen zou ik gewoon... Dan dacht ik, oh, dat is een leuke foto. Ik ga hem nu posten. Oké, upload. En dan was hij gepost. En dan zag ik, oh shit, het staat helemaal niet mooi. En dan had ik het meteen weer verwijderd. En dan kreeg ik meteen alweer reacties van mensen. Ah, jij hebt net een foto geplaatst, maar je hebt hem ook weer meteen verwijderd. En nu heb je dus dat probleem niet meer. En nou, het is super chill. Oh ja, deze app wilde ik graag proberen. Omdat ik zag dit wel eens voorbij komen bij Jamie Lee en waarschijnlijk ook een paar andere YouTubers. Die dit effectje dan hadden in hun Instagram story. En ik vond het er leuk uitzien. Dus ik dacht, ik ga dat ook proberen. Ja, ik heb Messenger voor als er iemand ooit op Facebook iets tegen mij te zeggen heeft. Wat echt bijna nooit gebeurt. Alleen als ik dan bericht krijg van, oh, je hebt een vriend erbij. De Red Room. Ik heb echt al 2 afleveringen van The Voice gemist. Maar als ik het kijk, vind ik het wel leuk. Op de rode knop te drukken als ik daar zin in heb. Oké. Okay. United Wardrobe. Ik wil daar dus aan beginnen, maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Het is niet dat ik zomaar ineens allemaal pakketjes kan opsturen ook en zo. Dus daar moet ik nog even naar kieken. Bankieren. Ja, ik zit bij Rabobank. Dus ik vind het altijd wel zo handig om gewoon met mijn mobiel geld over te kunnen maken. En te kunnen bijhouden wat ik allemaal uitgeef. Eten. Pathé, voor als je zeg maar echt een movie junk bent zoals ik. Is het gewoon top. Kan je heel makkelijk kaartjes kopen. Gewoon kijken wat er allemaal deze week in de bioscoop draait. Maar mijn bioscoop pas verloopt bijna. So I'm so sad. Dus dat is best wel kut. Heb ik 3 apps van spelletjes. Die ik eigenlijk nog nooit heb gespeeld uiteindelijk. Maar ik dacht, ik heb nu alle geheugen. Nu kan het. En nu speel ik het niet. Tetris, Cross the Road en Temple Run. Daarnaast heb ik YouTube Studios. En dat is denk ik, ja, als je YouTube video's post alleen op YouTube. Nou, dan kan je gewoon alle analytics, reacties en dat soort dingen bijhouden. Dus dat vind ik altijd wel chill om af en toe te checken. Eerlijk waar, ik ben zo slecht in Tinder. Het is echt zo'n app die ik dan download en weer verwijder. En dan weer download en dan weer verwijder. En dan like ik wel mensen. Als ik dan een match heb en er is dan een jongen die de power en de dedication heeft om dan iets tegen mij te zeggen, verwacht geen reactie terug. Want ik ben zo slecht in Tinder dat ik ook gewoon niet... Dan lees ik het en denk ik, haha, of oh, of oh, oké. Okay. En dan ga ik gewoon door met beleven en dan reageer ik niet eens. Dus wees zo suck at Tinder. Shazam, ik heb 4 nummers geshazamd. Maar ja, het is toch altijd wel handig om te hebben. Tele2 om bij te houden wat ik... gebruik, maar het is eigenlijk helemaal niet nodig, want ik heb unlimited data. Maar ja, misschien voor gewoon het principe of zo. Pinterest heb ik de laatste tijd blijkbaar niet zoveel meer gebruikt. Ik gebruik het eigenlijk vooral qua inspiratie voor achtergronden op mijn telefoon. Inspiratie voor bullet journaling. Spotify is echt heel chill. Als je het eenmaal gebruikt, dan wil je ook niet meer terug naar zelf downloaden en dingen op je telefoon zetten, want het is allemaal gedoe. Dus I like Spotify. Als laatste 4 heb ik degene op het onderste balkje. Ik weet niet hoe je het moet noemen. Maar het balkje. De 4 die ik het meest gebruik. De Snapchat. Die ik eigenlijk niet zoveel gebruik. Want ik ben de laatste tijd echt veel meer into Instagram. En daar heb je dus nu ook die story functie. En op een of andere manier gebruik ik gewoon die in Instagram veel meer dan dat ik zelf Snapchat. Dus als je me wel wil volgen op Snapchat. Dat kan gewoon. Lois.paper. Volg me. Snapchat. Lois.paper. WhatsApp kent ook iedereen, neem ik aan. Twitter. Lois.paper. Paper is daar mijn adnaam als je me wil volgen. Dan uit ik af en toe mijn frustraties of mijn blijdschap momenten of whatever. Series, Stranger Things, muziek, dat soort dingen. En Instagram. Instagram vind ik gewoon heel chill. Ook gewoon, ja, I don't know. Echt top. Dus als je me daar wilt volgen, Lois Paper ook weer is de naam. Ik moet echt werken aan mijn feed wel. En mijn bio. Ik ben zo slecht in bio's bedenken. Nou, dat waren eigenlijk mijn apps. Oh ja, voor de mensen die het benieuwd zijn. Dit is mijn hoesje. Ik heb hem van Paradise Amsterdam. En het is een beetje vergelijkbaar met het hoesje van gewoon Apple. Want de binnenkant van het hoesje is zeg maar zacht qua stof. Waardoor het beter is voor de buitenkant van je telefoon. Dus ik raad die heel erg aan. Paradise Amsterdam heeft ook hele leuke andere hoesjes. Ik had bijvoorbeeld daar ook het hoesje met die met een bladpatroon. Beetje een bladpatroon op je hoesje zeg maar. Dus dat is ook heel leuk. Deze was 25 euro en die van Apple is dan echt 60 euro of zo. Dus dat is best wel een groot verschil voor als je arme tata bent. Ja. Oh ja, ik wil dus waarschijnlijk ook een keer een video maken over mijn bullet journal.
Dus ik zou graag van jullie willen weten of jullie dat ook willen zien. Vergeet even niet in de poll aan te geven of in de comments. Dus ja, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me even weten in de comments wat jullie go-to apps zijn. En eentje die ik misschien helemaal niet ken en die ik echt moet kennen. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en even te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer alweer. Doeg!